eindelijk gaat het ook los hier in Zwolle. Eindelijk gaat ook hier het seizoen 2023-2024 van start. Sparta, de nummer 6 van de Eredivisie van het vorig seizoen. Dat kwam zelfs in de finale van de play-offs. Waarin het uiteindelijk ten onder ging tegen FC Twente. En PEC Zwolle is terug na één seizoen. Eerste divisie, terug in de Eredivisie. Clement, goed verlengd door Lauritsen. Bellen Clement. Van Krooi, goede aanval van Sparta, maar de hoek is uiteindelijk te lastig hier voor Verschuren. Zo heeft PEC Zwolle vooral veel moeite met de rol van oud-PEC Zwolle-speler Pelle Clement. Die veel richting het middenveld gaat en dan nog alles geen tegenstander heeft. Dit was natuurlijk een prima aanval via Clement, Van Krooi en uiteindelijk Verschuren. Zo neemt PEC Zwolle meer initiatief. Moet Sparta nu er ook wat meer verdedigen. Kan het gaan omschakelen via Clement. Bakari. Over Van Hinten, die is gezien. Goeie voorzet en daar is het doelpunt. Het doelpunt voor Sparta. Na een hele fijne voorzet van Saïd Bakari. Sparta slaat toe in de omschakeling en komt binnen het kwartier op voorsprong. Waar is de keeper, vraag je je af in deze situatie. Jasper Schendelaar. Schendelaar komt tussen wal en schip. En die geeft dan het laatste zetje. Het lijkt een eigen goal. Want volgens mij raakt Lauritsen de bal niet. Een eigen doelpunt van Kersten. Oh, dat is geen beste bal van Bakari. Wat doet Zwolle ermee? Van den Berg? Dat scheelt niet veel. Bakari maakt zijn verontschuldigingen. Leer toch al bij de pupillen dat je niet zo moet uitverdedigen. Levert hem zomaar in. Schietkans, Davy van den Berg. Zijn komst in deze wedstrijd lijkt onvermijdelijk. Vorig seizoen topscorer in de keukenkampioendivisie. Oud-Spartaan Lennart Die, 23 doelpunten vorig seizoen voor PEC. Nu de voorzet trouwens van Namli, weggekopt door Bakari. PEC krijgt nog een hoekschop in de extra tijd. Lam en Kersten zijn spelers die kunnen koppen, maar het gaat over de grond. Daar Van den Berg, goede doelpoging. In de korte hoek en daarna de knal nog van Ciborra. En nog een schot. Dat wordt weggehaald door Veldhuis. Dat was nog even gevaarlijk voor Sparta. Davy van den Berg in de korte hoek. De bal van de lijn gehaald door Bakari. En daarna nog de knal. Die wordt goed gepakt door Olij, de knal van Ciborra. Daar zit Kenneth Vermeer. Met een PEC Zwolle trainingsjackie daar ook. Nieuweling Anwar El Azouzi. Lauritsen, tackle van Kersten. De Guzman. Clement is vrij bij de tweede paal. Pelle Clement moet scoren. Clement krijgt hem er niet in. Goed keeperswerk van Schendelaar. Weer een grote kans voor Sparta. Schendelaar komt snel naar de bal toe. Verkleint zijn doel goed. Losgekomen van Verschuren. Drijf met zijn kans. Dat is een echte kans voor Ferdi Druijf. Eindelijk een 100% kans voor PEC Zwolle. Maar Sparta heeft altijd nog Nicolai. Hoekschop. PEC Zwolle. Bal valt goed voor Van den Berg. Maar die bal tussen de palen schieten was nog niet zo makkelijk. PEC schakelt om. Dobson. Scheidsrechter heeft een overtreding gezien, maar de voordeelregel wordt in eerste instantie toegepast. Alsnog de vrije trap voor Eliano Reinders. En geel voor Bakari. Blijkbaar voor het onderbreken van een veelbelovende aanval. Bal verlengd. Bram van Polen. Halve meter naast. Het is Camille Negli die in de ploeg gaat komen, overgekomen van de Graafschap. Hier is Sparta weer weg. Lauritsen. Lauritsen en dat is de echte spits.
Het is 2-0 voor Sparta. Was in de eerste helft al dichtbij een doelpunt. Toen werd het uiteindelijk een eigen goal. Nu heeft hij zijn eerste in dit seizoen echt te pakken. Heel veel ruimte. Kitolano van Krooi. Het gaat snel. Verschuren heeft al gezien waar de bal naartoe moet. Kersler is uit positie gespeeld. Dan is het 0-2. Zowel T als Velios in de ploeg. Het is ook einde wedstrijd voor Younes Namli. Bobsen. Van Polen, Druiven en Velios lopen elkaar wat in de weg. Maar dit is wel een kans voor T. Via de paal binnen. En Pek Zwolle is terug in de wedstrijd. Echt juichen doet hij niet. Misschien wel omdat hij tegen zijn oude club speelt. Of omdat hij in de basis had willen beginnen. Hoe dan ook, de topscorer van Pek Zwolle van het vorig seizoen. Toen goed voor 23 doelpunten. Zorgt ervoor dat de slotfase weer spannend wordt. Brim, de Canadees. Die makkelijk kan scoren. Maar kan hij dat ook in de Eredivisie? Warmerdam. En Negli. En Brim. Aangetikt. Nee, zegt Kooi. Brim is er te veel naar op zoek. Kooi gaat naar het scherm. Om te kijken of er toch niet een strafschop moet gaan komen voor Sparta. Via Negli tot bij Brim. En het contact is er dan met Van Polen. Maar zoekt Brim dat contact ook niet vooral zelf. Kooi heeft vrij snel besloten dat het geen strafschop wordt. Van Hintem krijgt de bal bij Bobsen. Maar die weet niet altijd wat hij moet doen met de bal. Brengt Van Hintem daar in een lastig pakket en dan is Negli er vandoor. Negli voor de beslissing. Schendelaar zit er nog even tussen. Brim. En dan blijft het dus bij 1-2. Pek leeft nog. Het middenveld is er al lang niet meer. Velios. Kersten. Kersten zelf met een goed schot. Redding van Olijn. De keeper van Sparta die je van die afstand niet zo snel verrassen zal. Fijne poeier dit van Kersten. En dan is het dus gedaan hier in Zwolle. En wint Sparta op de eerste speeldag van dit seizoen uiteindelijk verdiend. Op bezoek bij het gepromoveerde Pek Zwolle